Etsilia Rombli is een van de minst controversiële BN'ers die er rondloopt, maar toch heeft ze nu iemand heel erg boos gemaakt. En niet zomaar iemand, maar de grote mega radioster van Q Music, Domian Verschuren. Hij was vorige week genomineerd voor een of andere radioprijs en die werd uitgereikt door Etsilia. Niet jubelend genoeg, vindt hij. We kennen Etsilia als een behoorlijke kakelkip en zo gedroeg ze zich ook bij dat prijzenfeestje, Radio Gala. De zangeres had over alle genomineerden een praatje voorbereid, en dus ook over Domien. Ze haalde fijntjes aan dat hij drie jaar geleden op een Judas-achtige manier heeft geprobeerd om haar last minute van het zongfestival af te krijgen. Wat het bezwaar van Domien was? Edcilia had smiddags bij de repetities een paar minuten naast Duncan Lawrence gestaan, die het coronavirus bleek te hebben, en daarom kon ze wat hem betreft s'avonds niet het liedjesfestijn presenteren. Het was behoorlijk vals van Domien en daarom vond Etsilia het op dat gala tijd voor Payback. Etsilia merkte tijdens het gala terloops op dat Domien haar dit trucje heeft geflikt en dat het maar goed is dat AfroTros daar niet naar heeft geluisterd. Niet boosig, maar gewoon met een vrolijke intonatie. En wat blijkt nu? Domien is echt helemaal over de zeik. Die vindt dat de prijsuitreiker van dienst hem onophoudelijk had moeten bejubelen. Letterlijk. Domien zegt in de Man Mannen podcast, ik ga het hardop zeggen, ik vond Edcilia Rombli ongelooflijk onbeschoft. Edcilia kwam de prijs uitreiken voor beste presentator waarvoor ik genomineerd was. Ze kwam op en het leek alsof ze daar begon te improviseren, ze begon te kakelen, ze begon te babbelen, er was geen touw aan vast te knopen. Het was geen coherent verhaal, vervolgt Domien. Op een gegeven moment had ik door O, oh, volgens mij probeer je over alle genomineerden die je kent iets te vertellen, en toen kwam ze bij mij. Toen zei ze: Ach, Domian, ja, jij hebt ooit een keer gezegd dat ze mij van het zongfestival moesten halen. Nou, het is maar goed dat ze niet naar je geluisterd hebben. Nou, en daarom is Domian dus helemaal over zijn toeren. Toen dacht ik: Wat is dit ongelooflijk onbeschoft, je bent hier om mij te eren. Zo is het, anders moet je die prijs niet uitreiken. Als je mij een lul vindt. Wat had ze gedaan als ik hem gewonnen had? Nou, maakt niet uit, ik heb het niet gewonnen, we zullen het nooit weten. Zij valt me daar aan.